Hallo, wat leuk dat ik je zo mag aanspreken, dat je de moeite neemt om dit filmpje op te starten. We willen jullie uitnodigen via deze wijze om bij ons op een avond te komen bij de Stichting Jij Daar. We zijn een jongerenorganisatie en we organiseren avonden in Apeldoorn, Kampen, Doorn, zelfs twee avonden, in Gouda en in Goes. En wat doen wij nou op zo'n avond? Nou, het zal je misschien wel duidelijk worden in de boodschap die ik je via dit filmpje mee wil geven. Ik wil met je iets heel moois lezen uit de Bijbel. Iets wat ons verlangen ook van ons hart is. En de Statenvertalers hebben hier mooi boven gezet de uitnemendheid van liefde. Het gaat hier over liefde. En alles is tijdelijk hier op aarde. Maar dit wat ik je nou over wil vertellen, is namelijk iets wat eeuwig is. Het zal nooit meer weggaan. Verderop schrijven ze zelfs, schrijft God zelfs in zijn woord, de liefde vergaat nimmer meer. En weet je, hier wordt geschreven, al had ik het geloof dat ik een berg zou verzetten. Nou, dat zou een bijzonder geloof zijn. Al had ik het geloof dat ik kon profiteren, dat ik al de geheimenissen zou weten. Ik ken mensen die zouden daar groot mee worden. En toch is het dat niet. We hebben één ding nodig. En dat is wat wij zo graag op de avond willen laten zien. Willen mogen vragen of God dat wil geven aan ons. En het gebeurt. Jij daar is een avond. Ja, het is een belevenis. Liefde. Wat doet liefde nou? Nou, ik sla een paar versen over en ik lees zomaar eens vers 4. De liefde is langmoedig. Zij is goede tieren. De liefde is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardiglijk. Ze is niet opgeblazen. Nou, dat zijn al 8 dingen wat de kenmerken zijn van de liefde. Ze handelt niet ongeschikkelijk. Ze zoekt zichzelf niet. Ze wordt niet verbitterd en ze denkt ook geen kwaad. Nou, hier zou je al heel veel over kunnen zeggen. En ze verblijdt zich niet in de ongerechtigheid. Waarin dan wel? Nou, zij verblijdt zich in de waarheid. De waarheid van God in de Bijbel omschreven. Ze bedekt ook alle dingen de liefde. Ze gelooft alle dingen. Ze hoopt alle dingen. En nu komt er een wat ik even met jullie mee wil nemen. Zij verdraagt alle dingen. En weet je, liefde, als je dat ontvangen hebt van God, dan ga je dit uitstralen. En al die aspecten van het liefdesleven vinden misschien in die slotzin wel plaats. Zij verdraagt alle dingen. En dat is zo moeilijk, want je gaat ontdekken dat je eigen achtergrond hebt, dat je eigen cultuur meeneemt, je eigen manier van denken. En dat het best moeilijk is om een ander te verdragen. Neem een voorbeeld. Als iemand nou op het podium bij ons zou zeggen, die zou niet heren zeggen, maar heer. Verdraag je hem dan? Of als iemand andere kleding heeft, als jij dat hebt, verdraag je hem dan? Of als iemand uit een ander kerkgenootschap komt, verdraag je hem dan? En daar wil ik iets over zeggen. Dat doen wij bij Jij Daar. Dat is onze het verlangen van ons hart om juist in die enorme diversiteit van mensen, van achtergronden, van kerkelijke achtergronden, van theologieën, dat we elkaar leren te verdragen. En dat kan alleen als je de liefde hebt van de Heer Jezus Christus. Dat geloven we echt. En hoe gaat dat in de praktijk? Nou, dan ga ik je vertellen wat misschien je wel vaker gehoord hebt. Wij hebben gekeken naar een sportvisser. En als je nou een sportvisser vraagt, hoe vang je nou goede vis? Dan zegt hij, goede stek en goed aas. En wij hebben dat aas genomen als voorbeeld. En het woord ontleed. De eerste A gebruiken wij door wie jij ook bent. Het is ons verlangen van ons hart en onze betrachting om aardig te zijn tegen jou. Precies zoals de Bijbel het zegt, dat uw vriendelijkheid en bescheidenheid bij alle mensen bekend zijn. Dat is de eerste A. De tweede A is dat wij aandacht hebben voor jou. Aandacht, niet, nou ja, ik luister even naar je. Nee, echt empathisch vermogen. Kijk eens naar de Heer Jezus, hoe hij aandacht had voor iedereen en hoe hij ze doorzag. Wij zijn de Heer Jezus niet, maar door aandacht aan jou te geven kunnen we kijken waarom zeg jij bepaalde dingen, waarom doe je bepaalde dingen en waarom uit je op deze manier of komen ook boosheid wel eens tegen, mensen die beschadigd zijn. Dat is empathie, dus dat we ons echt willen verplaatsen in jou. En die A's heeft ook nog een S en die gebruiken we voor het woord serieus. En dat betekent dat we jou serieus willen nemen. En als deze 3 ingrediënten zijn in een relatie, zoals wij dat bij Jij Daar vanaf het podium door onze vrijwilligers heen aan jou willen geven, dan merken wij dat er ook sportiviteit is om te luisteren naar ons. Om te luisteren niet naar ons, maar naar het woord dat wij willen brengen. We lezen heel veel Bijbel op een avond. We zingen prachtige liederen. We behandelen thema's waar jij mee bezig bent. En daar willen we voor uitnodigen om ook deze belevenis mee te maken. Het kan gebeuren dat je aan het themawoord, het appelwoord, misschien wel niet veel hebt. Maar daar zit er weer wat in de organisatie die veel uit de Bijbel leest. Of in het gebed van een ander. Of in het lied wat we zingen. En bovenal, hoop ik dat je mee mag maken waar wij elke avond voor bidden.
dat de liefde van God zo overweldigend is. En dat bedoel ik heel eerbiedig, dat het liefdesbloed van de Heer Jezus van het podium afstroomt jouw hart binnen. Aas. God heeft dat ons laten zien en wij willen dat doorgeven aan jou. En weet je, we hebben net de vakantieperiode achter de rug. En in de vakantie hebben we diverse vrijwilligers gesproken. Eén op één of in gezelschap. En we hebben hun nou eens gevraagd, jullie hebben altijd tijd voor een ander. Dan willen we ze jullie vragen. Hoe beleef jij nou zo'n avond? Wat doet het bij je eigenlijk geestelijk leven? En klopt het dat we de boodschap die we zo graag willen hebben, die eenheid. Want bij jij daar komen heel veel kerkgenootschappen samen. Je zou zo ruzie kunnen krijgen. Je zou zo elkaar niet meer kunnen verdragen. Werkt het wat wij zo graag voor ogen hebben en waar we de Heer zo vaak voor aanlopen in ons gebed? Ik wil afsluiten met een kort getuigenis van enkele van onze vrijwilligers. Dit zijn de vrijwilligers in Goes die we gevraagd hebben, hoe beleven jullie nou de avonden? Eentje zei, ik ervaar het als gemeenschap der heiligen. De volgende zei, na een avond denk ik altijd, dit is het. Je spreekt, komt hier, echt iemand. Er is openheid. De ander, zegt weer een ander, is er echt voor je. Aas. De ander zegt, er is zoveel herkenbaarheid onder elkaar. Ondanks de diversiteit. Ik voel me thuis, zegt de volgende. Ik heb een familie, ben jij daar. Er is eenheid, wordt gezegd. Het geeft zo'n voldoening. Er is geestelijke eenheid. En de laatste die ik wil aanhalen, ik zie er iets in van de toekomst. De toekomst als de Heer Jezus terugkomt en wij eeuwig bij Hem mogen zijn. Dan zal alle muren wegvallen. Dan is er één grote aanbidding voor onze God. En dat is wat we willen. Dat wij op deze avond alvast een voorsmaak mogen hebben. Van de liefde die de enige God ons gegeven heeft. En die we graag willen delen. In het gebed en het verlangen. Dat jij die liefde van God ook mag ervaren. Voor het eerst of opnieuw. Kom je ook? Je bent hartelijk welkom. We staan met open handen, met open armen bij de deur om je te ontvangen. Kom gerust, kijk op onze site, jijdaar.nl. En kijk eens naar een thema of een avond en kom eens binnenlopen. We zien er naar uit om je te ontmoeten. En we wensen je nu al toe dat de liefde van de Heer Jezus Christus jouw hart totaal mag vervullen. Dat je een totaal ander mens mag worden. Zoals wij dat ook hebben mogen meemaken. Van die liefde willen wij getuigen. God is groot.